Het is allemaal goed. We doen het allemaal. Maar je ziet dus lachen, gieren, brullen, dat is 75%. En 25% is zingen. En dan krijgen we dit voor elkaar. Ik hoop echt dat je verbaasd gaat staan. Want ik wel, want ik had nooit... Nou ja, ik heb er wel van gedroomd en gedacht, dat zou ik wel eens willen. Maar ik had niet gedacht dat het echt zou gebeuren, dat ik een groep met zangers had die allemaal zuiver kunnen zingen. En ik sta nu, denk ik, een jaar of 8 of zoiets voor verschillende koren. Ik heb alle soorten en maten verwijzingen komen, maar nog nooit een groep waarin iedereen zuiver zingt. Dus dat is echt, wordt genieten. Maar ja, jullie gaan naar ons luisteren. Maar wij gaan ook nog een beetje naar jullie luisteren. Dus ik wil je vragen of je wil komen staan. Want staan zing je beter. Want jullie gaan natuurlijk even zingen met ons. Wordt die nou ongemakkelijk? Ik heb we hebben een nummer voor jullie uitgekozen. Wat ons leuk lijkt om samen te zingen. Daarvoor hebben we Laila als solist. En zij zingt dan een lijntje voor. En dan zingen jullie dat na. En op een gegeven moment... Nou, dan gaan de zanggroepleden natuurlijk wat ingewikkelders doen. En dan moet je maar goed naar ze luisteren en kijken of je die meerstemmigheid ook aan kan. Ik denk het wel, want ze moeten wel uit een muzikaal gezin komen. Mijn verwachtingen zijn hoog. Je zingt gewoon straks, zij zingt een lijntje en dan zingen jullie... Oh, happy day. Zing maar. Oh, happy day. Oh, prachtig. Oké, nou... Sta lekker los op twee benen. Handen uit je zakken. Daar gaan we. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. La 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 la. Every.
Yeah.
kiss. Oh, niet? I kissed my penny and I threw it in. I prayed I keep my soul. Went down to the river where the water bends. The only place I know.
Ja. Om de overgang naar het volgende lied een beetje soepeler te laten verlopen, werd ik gevraagd om hier een praatje te doen. Dat zullen we graag besteden aan Julien natuurlijk, want die heeft ontzettend veel aandacht en tijd en energie gestopt in deze zanggroep. Dus allereerst applaus voor Julien. We laten het misschien niet altijd merken, maar we weten dat je hier hard je best voor doet en we waarderen het ontzettend. Dus om niet al te veel uitloop te zorgen, geef ik het nu maar gewoon. Alsjeblieft. Ik vroeg op wie wil er een praatje doen? En je ziet maar eens van de naam denken. Ja, dat doe ik wel. En dan weet ik al, oké, ze gaat iets doen. Dit is een beetje een level. We gaan nu door met het nummer Whatever. Ja, en dat is een heel vrolijk liedje. Dus ga lekker rechtop zitten en dan kan je lekker op de stoel staan. Staan omhoog. Ja, maestro. Vier tellen. Vier. Paparam, yeah, yeah. One day I don't wanna wait. Do
Sorry. Lekker dan. Ready when you're ready. Okay, ready to talk. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dus dat is geweldig, hè? Ja. Dat was eigenlijk ons laatste nummer. Maar ja, geen optreden zonder een toegift. Ze hebben natuurlijk ook even ingestudeerd. Maar die toegift, dat is een heel bekend nummer. En het heeft ook iets te maken met onze zanggroep. Ik zou willen vragen aan de maestro of je de muziek wil starten.
Want tijdens het intro van dit nummer wil ik graag iedereen bedanken die mee heeft gewerkt hieraan. En die achter de schermen zowel mentale support als... ja, vooral mentale support. En dat in ieder geval mijn man Geert. En mijn broertje Timon. En nou ja, ook al mijn vader die het vandaag hier wel beschikbaar heeft gemaakt. Ja, en dan kom ik bij natuurlijk deze fantastische zangers. Maar die gaan voor jullie zingen als bedankje. Ja, die komt zo. Laat maar horen. En dat is echt waar onze zanggroep ook hopelijk voor staat. Dat zaterdag de dag is waar je alles mag en alles kan doen wat je anders door de week niet doet. En dat ze dus ook lachen, gieren, brullen, geen concentratie hebben. Dus vooruit, het is jullie vergeven. Mag ik een heel erg hartelijk applaus voor mijn fantastische zangers. En wat ook heel fijn is... Don de Baron, voor video en geluid. Zing maar mee als je het kent. Zaterdag. Om met ons toch een lekker borreltje te drinken. En ja, om jullie tegemoet te komen hebben we een korting voor vanavond. Dit kan natuurlijk niet helemaal bestaan zonder enige financiële middelen. Dus je mag je waardering uitdrukken in euro's. En daarvoor hangen er wat QR-codes die je kan scannen. En dan kan je aangeven welk bedrag, hoe goed je ons vond eigenlijk. Of hoe leuk. Hoe fijn of hoeveel je kan missen. Kijk maar even wat je ermee doet. Voel je nergens toe verplicht, maar wel een klein beetje misschien. Okay. Dus scan even die QR-code en graag ontmoet ik jullie straks bij de borrel.